Gelderland is in de 19e eeuw een rustige provincie aan de grens van het Koninkrijk der Nederlanden. Boeren zwoegen dag in dag uit van zonsopkomst tot zonsondergang op het land, zoals dit schilderij uit het Noordveluws Museum in Nunspeet laat zien. De adel is nog altijd heer en meester op het Gelderse platteland. De familie van Heker en van Kel heeft vanuit kasteel Ruurlo veel macht in handen. De katholieken mogen hun geloof weer in het openbaar belijden. Ook in kleine dorpen zoals Kranenburg laten ze grote kerken bouwen. Hier vinden we nu het Heilige Beeldenmuseum. Arnhem is in de 19e eeuw al een echte moderne stad in Gelderland, met mooie parken en herenhuizen. Hier arriveert in 1844 de eerste stoomtrein van onze provincie. Door de nieuwe vervoersmiddelen weten steeds meer toeristen Gelderland te vinden. Bij de Veluwse stoomtreinmaatschappij in Beekbergen kan iedereen reizen zoals in de 19e eeuw. Gelderse musea bewaren nog veel meer schatten uit de 19e eeuw. Ga zelf op ontdekkingstocht met het verhaal van Gelderland.